Klik even op abonneren en abonneer je op ons YouTube kanaal, want we hebben iedere week nieuwe video's met onderwijs om jou op te bouwen, je toe te rusten en je te helpen naar je bestemming. Hoi, Tom de Wouw hier van Frontrunners. Velen van jullie zullen lekker kerstvakantie hebben vandaag. En zo ook ons mediateam, dus vandaar dat er geen live voice of fate is. Maar we hadden nog een hele mooie opname liggen van mijn geestelijk vader, Jan Soet Pasterkamp. Zijn foto van mij en hem samen heb ik ook altijd op kantoor hier. Over gevoelig worden voor de Heilige Geest. Dus met dat onderwijs willen we je zegenen vandaag. Geniet van dit prachtige onderwijs. We gaan ook een aantal dingen praktiseren. Waarschijnlijk vanavond al de eerste moment van praktiseren, het brengen in de praktijk, waar we gaan leren gevoelig te worden voor de Heilige Geest, het herkennen van de gevoelens van de Heilige Geest. En ik weet zeker dat als we morgenmiddag bereikt hebben, dat een hele hoop van jullie zullen zeggen, nu begrijp ik veel meer van de innerlijke werking van de Heilige Geest. Toen wij zendelingen waren in Papua-Nieuw-Guinea, baden wij voor een jonge vrouw die duidelijk problemen had. Ze was een universiteitsstudent. Maar ze was tot de Heer gekomen, maar ze knokte met iets in haar. Dat wist ze ook en dat was ook duidelijk. Iets was in haar wat er niet hoorde te zijn. En we hadden een overtuiging dat het iets demonisch was. Ze vroeg voor gebed en Kobe en ik gingen voor haar bidden. En ik bestrafte de boze geest in haar en gebood hem uit te gaan, maar er gebeurde niks. Er waren wel veel manifestaties, haar hele keel werd dik en ze liep rood aan en ze maakte allerlei wonderlijke geluiden. En het was duidelijk iets demonisch dat er probeerde uit te komen, of er moest uitkomen, maar het kwam er niet uit. En terwijl we aan het bidden waren, had ik een vreemd gevoel van binnen. Een gevoel wat ik nog nooit eerder gehad had. En het bleef maar aanhouden. Ik bleef doorbidden voor deze vrouw, maar er kwam geen bevrijding. En dat gevoel van binnen bleef maar. En op een gegeven moment, eigenlijk een beetje geïrriteerd, zei ik tegen de Heer, Heer, wat is het wat ik in mij voel? En ik voelde dat de Heilige Geest heel duidelijk tot me sprak. En dit is wat hij zei. De Heer heel duidelijk tot mij sprak. Zo voelt mijn Heilige Geest die in jou woont zich, wanneer die in aanraking komt met rebellie. Dan denk ik, aha. Zo voelt mijn Heilige Geest zich die in jou woont, wanneer die in aanraking komt met rebellie. Dan denk ik, hebben we te maken met rebellie hier? Enfin, ik liet die vrouw tot rust komen en de manifestatie die zakte ook af. En toen sprak ik met haar en toen bleek ook duidelijk, dat besefte ze ook, dat rebellie een echt probleem was in haar leven. Ik heb haar toen geleid in een gebed van bekering en het belijden aan de Heer en vergeving vragen voor alle rebellie in haar leven. En ze bad heel oprecht. En nadat ze gebeden had en gevraagd had voor vergeving, maar ook in bekering naar de Heer toe, geboden wij die boze geest uit te gaan en in één moment ging die uit. En ze was vrij. Een paar maanden geleden in Papua-Nieuw-Guinea heb ik haar man nog ontmoet. Ze woont aan de andere kant van het land nu. Maar ik heb haar man nog ontmoet en nog steeds volgen ze trouw de Heer. Ik was het eigenlijk vergeten. Een paar maanden daarna waren we op verlof in Nederland. En in een conferentie op de Veluwe werd ik gevraagd na afloop van een samenkomst om te bidden met een echtpaar. En ik vroeg hen wat de nood was. En ze vertelde mij, ze had een dochter van 16 jaar oud, die weggelopen was van thuis. Ze vertelde dat hun dochter heel boos was op God. Ze was boos omdat ze een meisje was, want ze wilde een jongen zijn. Ze gedroeg zich als een jongen. Ze kleedde zich als een jongen. Ze had nog nooit lichamelijk was ontwikkeld als een meisje. Had nog nooit een maandelijkse periode gehad. Zij gedroeg zich totaal als een jongen en ze was weggelopen van huis. En de ouders vroegen of wij met haar wilden bidden. Nou, natuurlijk. En ik begon te bidden met de ouders. Kobe was er ook bij. En opnieuw kreeg ik dat vreemde gevoel van binnen. En ik dacht op een gegeven ogenblik, wat was dat ook weer? Ik herken dat gevoel. En opeens wist ik het, dat was van een paar maanden eerder, toen wij baden in Papua-Nieuw-Guinea met die vrouw
En dat de Heer zei, zo voelt mijn Heilige Geest zich die in jou woont, wanneer die in aanraking komt met rebellie. Ik denk, hebben we te maken met rebellie hier? En het enige wat ik had, was een gevoel in de geest. Een gevoel wat ik opnieuw herkende. En van een afstand, we hadden geen idee waar het meisje was, bestraften wij de rebellie, we spraken het aan, we geboden de rebellie haar leven te verlaten. En er was duidelijk een werking van de Heer, en dan bad ook voor de ouders. Een paar maanden daarna, een maand of drie daarna, kwamen we de ouders tegen, helemaal in de wolken. En ze vertelden, hun dochter was een week nadat wij gebeden hadden, was hun dochter thuisgekomen. Had haar jongenskleren verbrand, had meisjeskleren gekocht, had haar eerste maandelijkse periode gehad en was tot de Heer gekomen. Die ouders waren door het dol blij. Maar het enige wat ik had, was een gevoel in de geest waarvan de Heilige Geest mij verteld had. Zo voelt, de Heer mij verteld had, zo voelt mijn Heilige Geest zich, die in jou woont, wanneer die in aanraking komt met rebellie. We gaan daar vanavond en morgen veel meer over zeggen. En we gaan iets, dat bid ik en dat vertrouw ik op, gaan leren van het herkennen van gevoelens in de geest. We gaan een paar teksten lezen vanavond. We gaan vanavond echt een klein stukje studie doen. En ik verwacht dat we vanavond al een eerste moment van praktijk gaan doen. Filippenzen hoofdstuk 1. Ik weet zeker dat gisteren Filippenzen nog in mijn Bijbel was. Ja, daar is het. Filippenzen 1, vers 9 en 10. En dit bid ik, zegt Paulus, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. De Nederlandse Bijbel vertaalt dat zo mooi. Omdat ik lang in het buitenland gewoond heb en Engels gebruikt heb, hoor je mij wel eens zeggen, de Engelse Bijbel zegt het heel mooi, maar dit is een moment dat de Nederlandse Bijbel dat zo mooi zegt. In kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Het gaat me vooral even om vers 9. Dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Het is boeiend dat het fundament van kennis en fijngevoeligheid is liefde. We gaan nog een tekst lezen in Hebreeën. Hebreeën 5 en vers 14. Dan spreekt het over mensen die volwassen worden in hun wandel met God. Geestelijk volwassen. Hebreeën 5 en vers 14. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Dan moet je eens goed opletten de volgende woorden, want die gaan vanavond en morgen meerdere keren terugkomen. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Ik ga het nog één keer lezen. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Het wonderlijke is in de Griekse taal, het woord zintuigen, wat hier genoemd wordt, is verwant aan het Griekse woord fijngevoeligheid. Die twee woorden zijn verwant, worden maar heel weinig gebruikt in het Nieuwe Testament. Fijngevoeligheid en zintuigen, die zijn met elkaar verwant. Het woord fijngevoeligheid betekent inzicht, ervaring, moreel en geestelijk onderscheidingsvermogen. Maar het woord zintuigen betekent gevoel, vermogen om morele en geestelijke beslissingen te kunnen nemen. Je zou het kunnen samenvatten zo. We hebben geestelijke zintuigen en door die geestelijke zintuigen te gebruiken worden we fijngevoelig. We gaan zien vandaag, dit spreekt niet over onze natuurlijke
zintuigen. Dit spreekt over onze geestelijke zintuigen. En we gaan vandaag en morgen heel duidelijk zien wat dat betekent. Nog één keer, Hebreeën 5 vers 14. Maar de volwassenen, voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou, we gaan nu een aantal teksten lezen om een fundament te leggen voor die geestelijke, de waarheid van die geestelijke zintuigen. Ezechiël 36. Ezechiël 36 is een passage die in het Nieuwe Testament vooral door de apostel Paulus meerdere keren geciteerd wordt. Hij heeft duidelijk inzicht gekregen van de Heilige Geest wat dat betekent. Ezechiël 36. Ik gebruik de herziene statenvertaling, als u even afvraagt welke vertaling ik gebruik. En de volgende profetie die we gaan lezen, spreekt profetisch over datgene wat de Heere Jezus door zijn werk op het kruis mogelijk zou maken. Het spreekt dus profetisch vanuit het Oude Testament over de verlossing in Jezus. Wat gaat er gebeuren op het kruis en wat is het gevolg voor ons, het resultaat? Wat kunnen wij ontvangen door de dood en de opstanding van de Heer Jezus? Ezechiël 36, 26 en 27. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En de volgende woorden gaat het me eigenlijk speciaal om. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Nog één keer 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen, wat totaal ongevoelig is, steen kan niet voelen, uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Een hart van vlees kan wel voelen. Het gaat me vooral over de opmerking een nieuwe geest. Hart en geest wordt wel eens door elkaar heen gebruikt, maar voor de duidelijkheid, in dit seminar ga ik me houden aan een nieuwe geest. Wanneer we tot de Heer komen, tot bekering, tot geloof, en ik persoonlijk denk dat de doop daar heel veel mee te maken heeft, ontvangen wij een nieuwe geest in ons binnenste. En dat is geen niet zomaar een theologisch feit, dat is zo werkelijk. We ontvangen in ons binnenste een nieuwe geest. En die geest die is vol van het leven van God. Ik ga eens een verhaal vertellen dat ik al heel vaak verteld heb, maar wat het zo illustreert. Ik ben heel erg bevriend met Giovanni Veldhuis, die de leider is van de grote jeugdbeweging Youth Alive. Zij zijn ook degene die op opwekking de grote jeugdtent bemannen. Ik zie een paar studenten al knikken, die kennen ze. En waar in die jeugdtent zo'n 9 tot 10.000 jonge mensen waren afgelopen jaar, jongvolwassenen. Een geweldige bediening. Ik ken Giovanni heel goed. Denk een kleine 3 jaar geleden klaagde Giovanni over zijn lichaam. Na een onderzoek bleek dat bij de ingang van waar zijn slokdarm verbonden is met zijn maag, dat daar een tumor zat. En die moest verwijderd worden. Die hebben ze verwijderd en in een operatie. Maar Giovanni werd niet beter. De dagen daarna werd het alleen maar erger. En toen ontdekten ze dat er een ontsteking had plaatsgevonden en dat er ontstekingsvocht achter zijn hart zat en dat moest weggehaald worden. En toen heeft Giovanni een hele kritische operatie gehad, omdat weer de tweede in binnen een week, om dat te verwijderen. En toen hing zijn leven letterlijk aan een zijden draadje. De doktoren konden niet zeggen wat er zou gebeuren. De doktoren zeiden ook tegen zijn vrouw Carla, we weten niet wat er gaat gebeuren. Hij vocht voor zijn leven. Ze wisten het niet. En toen kreeg ik een telefoontje dat Giovanni in de intensive care lag in Almelo. En hij vocht voor zijn leven. Ik ben meteen met de trein naar Almelo gegaan. En zijn vrouw Carla wachtte hem op. En ik kwam in het ziekenhuis. En daar lag Giovanni.
op de intensive care. En ik had het gevoel dat alle apparatuur die beschikbaar was op de intensive care aan hem vastgekoppeld zat. Zuurstof er binnen, allerlei apparatuur. En daar lag hij, bewusteloos, buiten kennis. En hij vocht voor zijn leven. En ik kwam bij zijn bed staan en ik boog voorover, vlak bij zijn oor. En ik zei, Giovanni, ik spreek niet tot jouw lichaam. Ik spreek niet tot jouw ziel. Ik spreek nu tot die nieuwe geest in jou. Volgend jaar zullen wij samen op het podium staan van de jeugdtent in de grote opwekkingsconferentie met Pinksteren. En zo bewusteloos als Giovanni was, ging zijn hand omhoog met zijn duim. We keken stom verbaasd, Carla en ik. Bewusteloos, intensive care, zijn hand ging omhoog. Wat was er gebeurd? Zijn lichaam was zo ziek. Zijn ziel, als ik het even eenvoudig mag zeggen, zijn persoonlijkheid was buiten kennis. Maar zijn geest was niet ziek. Want dat is het leven van God in ons. Zijn geest kan ook niet ziek worden. Zijn geest heeft het leven van God. En zijn geest wist wel degelijk wat ik zei. Het was ook profetisch wat ik zei. En zijn duim ging omhoog. Toen hij weer tot herstel gekomen was, zei hij, hij kan zich nog heel duidelijk herinneren dat iemand dat tegen hem zei. Volgend jaar zullen we samen op het podium staan van de jeugdtent in de grote opwekkingsconferentie. Hij zei, ik weet nog dat ik dacht, maar dat staat helemaal niet op het programma dat we er samen zullen zijn. Zo bewusteloos als hij was, ging dat in hem om. Wat gebeurde er? Zijn lichaam functioneerde niet meer, zou je kunnen zeggen. Zijn persoonlijkheid, zijn ziel, zijn wil, zijn emoties, zijn gedachten, die waren niet werkzaam. Maar zijn geest was zo nieuw. Daar is het leven van God. En zijn geest reageerde. In Papua-Nieuw-Guinea hebben we een bijna identieke ervaring. Toen een team van jeugd met opdracht kwam. En de leider van een van die teams, David Wallace, die was met een aantal inheemse werkers ver het binnenland in geweest om naar hun thuisgebied te gaan. Maar toen hij terugkwam, was hij ziek. We woonden toen in de hoofdstad, Port Moresby. En toen we hem ophaalden van het kleine vliegtuigje, zo'n klein eenmotorig toestelletje had ze opgehaald, toen was het duidelijk dat hij ziek was. En ik vroeg hem of hij wilde dat we een dokter waarschuwden. Hij zegt, nee, laat me thuis maar een paar dagen rusten. Ik heb nogal, het eten was niet goed en het water wat ze daar hadden was ook niet schoon. Hij zei, geef me gewoon een paar dagen om bij te komen en geef me vooral veel fruit en ik ben weer oké. Maar hij was niet oké na een paar dagen. En op een middag was hij gaan rusten in zijn kamer, maar ik moest even in die kamer zijn. En toen ik keek, was hij bewusteloos. Had ze ontlasting laten lopen, had ze urine laten lopen, hij was buiten kennis. We hebben gebeden, een ziekenauto gebeld, er was er maar eentje, die kwam en die bracht hem naar het ziekenhuis. En een poos daarna kwam de arts, die had hem onderzocht, naar buiten. Ik was samen met een Amerikaan, ook een leider van het team, van een team. En die zei, zijn jullie degene die die jonge man uit Nieuw-Zeeland gebracht hebben? Ik zei, ja, dat zijn wij. Hij zei, ik heb slecht nieuws. Hij heeft de ergste vorm van malaria. En 4/5 van zijn rode bloedlichaampjes zijn al aangetast. Een deel van zijn hersenen werkt niet meer. En onze medische overtuiging is dat hij middernacht niet gaat halen. Er is niets meer wat we kunnen doen. Dan gaat er wel even wat door je heen. Komt een team, komt 6 weken of geloof ik 4 of 6 weken van hun vakantie geven om te dienen in Papua-Nieuw-Guinea. En opeens dat bericht van de dokter. We zijn een beetje verslagen naar huis toe gegaan. We hadden een groot huis waar we met z'n allen logeerden, een man of 20. We zijn gaan bidden en toen voelden we dat de Heer tot ons sprak. Dat we 7 dagen lang in gebed moesten blijven. Rond de klok, 24 uur rond de klok. Hebben we ook gedaan. Elk uur baden 2 mensen. Midden in de nacht kloppen op de volgende deur. Jouw beurt om te bidden. Kobe en ik deden ook mee. En elk uur werd er door minstens 2 mensen voor David gebeden. De volgende ochtend leefde hij nog. Hij lag in een coma, in de intensive care. Zijn vader was gewaarschuwd, die is na 2 dagen overgekomen. Toen leefde hij ook nog. En het was de 3e dag
terwijl de arts had gezegd, hij gaat de avond van de eerste dag niet halen, dat we bij hem kwamen, die Amerikaan en ik, in de intensive care. En daar lag hij, in een coma, alle apparatuur om hem heen. En die Amerikaan die boog voorover en die zei in zijn oor, David, praise the Lord. En heel zachtjes, maar heel duidelijk kwam hij terug, halleluja. En een verpleegster zag dat. En die zei heel naïef, zei hij iets tegen jullie? Ik zei, ja. Oh, zegt ze heel naïef, tegen mij zegt hij niks. Nee, zegt die Amerikaan, jij spreekt de verkeerde taal. Een week daarna, na 7 dagen, zat hij in bed te eten. Hij is thuisgekomen, een paar weken genomen om te herstellen. Hij is een zendeling geworden in de Filipijnen. Ik ben meerdere keren bij hem geweest. Daarna werd hij een zendeling in India. Ik ben ook meerdere keren bij hem geweest in India. En nu is hij een voorganger in Amerika. Totaal genezen. Wat gebeurde er? Zijn lichaam was in coma. Zijn persoonlijkheid functioneerde niet meer, maar zijn geest. Zijn geest had het leven van God. Een nieuwe geest plaatst God in ons binnenste. En we gaan leren over die nieuwe geest. Dat is geen theologisch feit, dat is een geweldige waarheid. God heeft ons gegeven wat Adam verloren had door de zonde. Een nieuwe geest in ons binnenste. We gaan opnieuw een paar teksten lezen. Romeinen hoofdstuk 7. Ik moet zeggen, een jaar later stonden Giovanni en ik samen op het podium van de grote tent bij opwekking, de grote jeugdtent. En we stonden daar armen om elkaar heen. Dus ik denk, waren jullie erbij, studenten? Nee, het was denk ik het jaar daarvoor. Maar een aantal afgezwaarde studenten die waren erbij. En Giovanni huilde. En toen zei hij laterhand dat wij daar samen stonden op het podium en jij mij omarmde. En de Heer dankte voor mijn genezing, was het laatste moment. En vanaf dat moment was ik genezen. Gaat er wel iets door je heen? Sta je samen op het podium, terwijl de doktoren geen hoop meer hadden. Romeinen 7, vers 6. Het is heel duidelijk dat Paulus hier de profetie uit Ezechiël citeert. Maar nu zijn we ontslagen van de wet. Dat moet goed nieuws zijn voor sommige mensen. Gestorven aan datgeen waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Hoe gaan we God dienen in het Nieuwe Testament? In nieuwheid van geest. En het Oude Testament en het Nieuwe Testament is totaal verschillend. In het Oude Testament, dat gaan we straks nog duidelijker zien, dien je naar de letter. Je diende de wet. In het Nieuwe Testament ben je vrij van de wet, niet losbandig, vrij van de wet, en dien je in en naar de geest. Nog een tekst uit Romeinen, Romeinen 1, vers 8 en 9. Romeinen 1, vers 8 en 9. Allereerst, nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Hier komt het, vers 9. Want God, die ik dien in mijn geest, dien ik in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Paulus zegt, God, die ik dien in mijn geest. Wonderlijk. Hij dient God in zijn geest. Ik bid echt bij tegen morgenmiddag goed begrijpen wat dat betekent. Nog een tekst uit Romeinen. Romeinen 8, vers 10. Romeinen 8 en vers 10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. De zonde heeft geen vat meer op het lichaam, betekent dat. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. De geest, kleine g, is leven vanwege de gerechtigheid. Dat leven van de geest binnenin ons heeft een naam, gerechtigheid. De geest is leven van de gerechtigheid. Nog een tekst, 2 Korinthe hoofdstuk 3 en vers 6. Weer een citaat van Paulus
vanuit Ezechiël. 2 Korinthe 3. En vanaf vers 5 tot 5 en 6. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Halleluja. God maakt me bekwaam. Als God je voor iets roept, dan maakt hij je bekwaam. En natuurlijk moeten we leren, maar hij maakt je bekwaam. Ik heb een paar jaar geleden een keer les moeten geven over hoe preek je. Geen idee. Dat doe je gewoon. Ja, maar wat is nou... Ik vond het even de moeilijkste lessen die ik ooit gegeven heb. Hoe preek je? Weet ik niet. Doe je gewoon. Maar moet je daar niet 6 jaar voor studeren? Nou, ik preek al 1 jaar na mijn bekering. Moet je dan niet 3 punten hebben en eindigen met een gedicht of een lied of zoiets? Als God je roept, maakt hij je bekwaam. Dan geeft hij je een gave. En natuurlijk moet die gave zich ontwikkelen en volwassen worden en geoefend worden. Onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. In het Oude Testament, het Oude Verbond, was je een dienaar van de letter, de wet. Als je wilde weten wat God zei, ging je naar de priester. En dan zei je, priester, wat zegt de wet? En die las de wet voor, de letter, en dat was het. Het enige wat de priester kon geven was de letter. Heel af en toe was er dan een profeet die, door wie wonderen gebeurden, maar de norm was de wet. Wat zegt God? De wet. Dat moet je houden. In het Nieuwe Testament is het totaal anders. En ik wou met mij, in de meest brede zin van het woord, ik wou dat meer christenen dat begrepen. Het is totaal anders. Natuurlijk hebben wij het woord. En het woord is, dit is Gods woord. Ik geef mijn leven voor dit woord. Maar we zijn een hele andere, andere dimensie binnengekomen. De dimensie van de geest. We dienen God niet naar de letter. We dienen God naar de geest. Toen ik pas terug was in Nederland, zo'n 1 jaar of 20 geleden, sprak ik in een gemeente over de wederkomst van de Heer Jezus. Ik persoonlijk geloof dat we er heel dichtbij zijn. En ik maakte een grapje in mijn preek, zoals ik in elkaar zit. Ik zei ergens in die preek dat sommige christenen geloven dat we voor de grote verdrukking naar de Heer gaan. En sommigen geloven dat we na de grote verdrukking naar de Heer gaan. Nou, ik ben persoonlijk van mening dat het wel eens na de grote verdrukking kon zijn. Dus ik maakte een grapje. Als jij nou voor de grote verdrukking naar de Heer gaat, zeg dan tegen de Heer dat ik wat later kom. Ja, typisch, ik maak een grapje. Een dag of 2 daarna een hele boze brief. Geachte broeder Pasterkamp. Wat een verschrikkelijke dienst. En die tekst en die tekst en die tekst. En hoe fout ik wel was. En dat ik geloof dat we door de grote verdrukking moeten gaan. En aan het eind van die brief stond een tekst. En dit is van de toepassing op u. In het eind der tijd zullen spotters komen. Uit Petrus. Mijn oortjes werden even goed gewassen met een heel aantal bijbelteksten. Ik kreeg een heel aantal bijbelteksten om mijn hoofd getimmerd, zou je kunnen zeggen. Hij zei, ik zou graag met u een discussie willen aangaan. Ik heb bericht, ik zeg, ik ga geen discussie aan. Ik ben wel bereid tot een gesprek over een kopje koffie van hart tot hart, maar discussies ga ik niet aan. Ik heb toen ook een besluit genomen, naar aanleiding van dat gebeuren, nooit meer een discussie te voeren over het woord van God. Dat is nu 19 jaar geleden. Ik doe het ook niet. Wie van jullie heeft wel eens een hele avond zitten discussiëren met iemand, tekst tegenover tekst, mening tegenover mening, en na 2, 3 uur discussie voel je je broeder dan ooit? Wie heeft er wel eens meegemaakt? Verschillende. Wat is er aan de hand? De letter dood. Maar de geest maakt leven. Het is trouwens een vrij goed gesprek geworden met die broeder. De letter dood. Maar de geest maakt levend. In het Oude Testament kon je geen handen op de zieken leggen. Voor genezing. Dat bestond in het Oude Testament niet. Heel af en toe een profeet die wonderen zag. Maar in het Nieuwe Testament zegt de Heer, deze tekenen zullen de gelovigen volgen.
We gaan die tekst zo dadelijk lezen, Johannes 7. Uit je binnenste zullen komen stromen van levend water. Het Nieuwe Testament is een totale andere dimensie dan het Oude Testament. En dat is wat Ezechiël profeteerde. Door de Heer Jezus ontvangen wij een nieuwe geest in ons binnenste. We gaan Johannes lezen, Johannes 7. Met diep respect voor mijn ouders en mijn opvoeding. De kerk waar ik naartoe ging heel vaak als jongetje. Die begon de dienst altijd met de 10 geboden. Uit Exodus 20. Ik ben de Heer die u uitgeleid heeft uit het diensthuis. En dan hoorde je de 10 geboden. En ik weet nog wel eens als jongetje dat ik dacht, nou dat haal ik toch nooit. Dat red ik toch nooit. Dat red ik niet. En als je mij als jongetje gevraagd had, wie is God? Had ik misschien wel geantwoord, God is gij zult en gij zult niet. Dat was mijn begrip van God dienen. De wet houden, regels houden, dit mag en dat mag niet. Dat was het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is totaal anders. We dienen naar de geest. Johannes 7, vers 37 en tot 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Letterlijk staat er, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Uit je binnenste. Wat is dat binnenste? Dat is jouw geest. Dat is die nieuwe geest die in jou is. Uit jouw geest, dat gaan we straks heel duidelijk zien. Uit jouw geest zullen komen wat? Stromen van levend water. Uit jouw binnenste, uit jouw nieuwe geest, zullen komen stromen van levend water. Wat is het allereerste wat gebeurt in mijn nieuwe geest als ik die ontvang? Romeinen 8, het allereerste. Romeinen 8, vers 15 en 16. Als je de aantekeningen volgt in je reader, dan kun je dat daar volgen. Romeinen 8, vers 15 en 16. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming of adoptie tot kinderen, tot zonen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wat is het eerste wat gebeurt in mijn nieuwe geest? Gods geest komt en die getuigt met mijn nieuwe geest dat ik een kind van God ben. Hoe weet je dat je een kind van God bent? Heb je een cursus gedaan? Examen gedaan? Hoe weet je het? Hangt er een diploma in je slaapkamer? Hoe weet je dat? Hoe weet je nou dat je een kind van God bent? Dat weet je. Hoe komt het dat je het weet? Omdat de Heilige Geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Je weet het. Hoe weet je het? Omdat ik het weet. Hoe kan het dat je het weet omdat je het weet? Ik weet omdat ik het weet dat ik het weet. Het is een diep weten van binnen. De Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. En het eerste wat daar gebeurt, mijn nieuwe geest roept Abba Vader. Mijn nieuwe geest weet het is uit God geboren. God is mijn Vader. Ik kom dus uit een hele strenge conservatieve kerkelijke achtergrond. Mijn vader was in Noord-Holland komen wonen, in Zaandam. En mijn vader kwam van Urk, dus dat zegt sommige mensen wel wat. En toen ik thuis kwam en de Heer Jezus had aangenomen als jongen van 17, zei ik, pa, ma, ik ben een kind van God geworden. Ik heb Jezus aangenomen. Mijn vader zei, jij bent helemaal geen kind van God. Dat kun je niet weten, niks ervan. Zie, ik ben een kind van God, dat zie je helemaal niet. En toen na een paar weken is mijn vader met mij gaan praten. En mijn vader kon goed argumenteren. En zijn kerkelijke kennis. En na een uur gepraat hebben, of misschien wel iets langer, met mijn vader. Ik wist het niet meer. Ik wist het echt niet.
Ik ben naar mijn slaapkamer gegaan, ben neergeknield, ik zeg, Heer, ik weet het niet. Ben ik nou een kind van God of ben ik nou geen kind van God? En toen ik dat bad, op hetzelfde moment, ik wist het. In Engels zou ik zeggen, mijn vader kan de boom inklimmen, maar ik ben een kind van God. Ik wist het. Mijn vader had geprobeerd mij in twijfel te brengen, maar het moment dat ik ging bidden, wist ik het. Mijn vader is ook naderhand tot de Heer gekomen, dus dat zit wel goed. Je weet het. Dan ga ik ze eens neerleggen. Als nou de eerste keer dat God spreekt tot je, in jouw geest gebeurt, de Heilige Geest getuigt met jouw geest, dat je een kind van God bent, en dat is een diep innerlijk weten in jouw geest, in jouw binnenste, is het dan niet normaal om te denken dat dit de norm is? Zo werkt het. Gods geest getuigt in jouw geest over zaken, over dingen die je moet weten. En jouw geest en Gods geest, jouw geest wordt vervuld met de Heilige Geest, die worden één. En in jouw geest leer je dingen. Ga je dingen leren, ga je dingen aanvoelen, enzovoort. Staat in de aantekening 1 Korinther 6 vers 17. Wie zich met de Heer verenigt, de NBG zegt aan de Heer hecht, is één geest met hem. Efeze 3 vers 16. Wij worden met kracht gesterkt in de innerlijke mens. Innerlijke mens is de nieuwe geest. Spreuken 20. Wat trouwens geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Spreuken 20, vers 27. De geest van een mens is een lamp van de Heere, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. De geest van de mens is een lamp van de Heer, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Als je een herziene statenvertaling hebt, dan staat er een klein asterixje. En als je kijkt bij de aantekening, zegt het letterlijk alle binnenkamers van de buik. Dat staat er letterlijk. De geest is een lamp van de Heer die alle binnenkamers van de buik doorzoekt. Weer wordt de buik daar genoemd. Ik vind het persoonlijk wel heel frappant. Jesaja 26. Jesaja 26, vers 9. In dit onderwerp een van mijn geliefde teksten. Jesaja 26, vers 9. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. De volgende woorden zijn zo mooi. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Prachtige woorden. Daar staat hij. Van ganse harte verlang ik naar u in de nacht. Ja, uit het diep van mijn gemoed, dat is de NBG. Letterlijk zegt het, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. De NBG heeft dat wat vrij vertaald. Met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Mijn geest kan aftasten. Mijn geest kan voelen. Mijn geest kan proberen te voelen. Mijn geest kan aftasten. Wat wil de Heer? En vanavond hebben Daniel en de twee anderen de aanbidding geleid en ik zag Daniel hier staan en in aanbidding en ik zag wat hij deed. Hij was in zijn geest aan het aftasten, Heer, wat wilt u? Ik zag hem doen. Ik geef nu een seminar en dan ben je wat gebonden aan de materie die je behandelt. Maar wanneer ik spreek in een samenkomst, zoals zondagochtend weer, ik spreek hier, dan meestal, terwijl ik spreek, ben ik innerlijk aan het aftasten. Heer, wat wilt u? Wat wilt u doen? Wat zegt u? Ik heb mijn aantekeningen voor me, als ik aantekeningen heb. Soms heb ik geen aantekeningen. Maar dan ben ik aan het aftasten in mijn geest. Heer, wat wilt u? Welke kant wilt u op? Ik kan wel een preek maken met 6 punten of 7 punten, maar wat wil de Heer? En ik heb wel eens gehad in de dienst dat je opeens voelt, stoppen. Er is genezing. Ik heb het aanbiddingsleiders hier wel eens zien doen.
Dat ze stoppen en zegt ze, de Heer is hier om te genezen. Mijn geest kan ernstig God zoeken. Mijn geest kan aftasten. Mijn geest kan zoeken, aftasten. Als ik bid voor mensen in een pastorale setting, of ook als ik hier vooraan voor mensen bid, innerlijk met mijn geest ben ik aan het aftasten. Heer, wat is hier aan de hand? Wat wilt u dat ik doe? Kobi en ik zijn een paar keer in Nigeria geweest en daar hebben wij een keer kunnen praten met een Nigeriaanse leider die heel bijzonder door God gebruikt wordt in genezing en bevrijding. En ik heb voor mijn ogen echt een paar bijzondere wonderen zien gebeuren in zijn samenkomsten. En toen wij de kans hadden om met hem te praten persoonlijk, toen vroeg ik hem, ik zei, broeder, als u, kunt u in een paar woorden zeggen wat het geheim van uw bediening is. Kunt u dat? Hij zei, ja, dat kan ik. Hij zegt, John, zo werd ik genoemd in het Engels. Hij zei, John, brother John. Ik heb geleerd om voortdurend, constant in twee dimensies tegelijkertijd te leven. In mijn natuurlijke dimensie en in mijn geestelijke dimensie. Hij zegt, en ik merk terwijl ik met jullie spreek, Kobi was erbij, terwijl ik met jullie spreek, is mijn geest in aanbidding en ik merk in mijn geest lofprijzing dat mijn geest aanbidt en dankt God voor de kracht van het bloed. Hij zegt, terwijl ik met jullie spreek, voel ik dat innerlijk mijn geest in aanbidding is. Ik weet precies wat hij bedoelt. Alleen ik wil niet van mezelf zeggen, ik heb het bereikt. Maar ik weet precies wat hij bedoelt. Twee dimensies tegelijkertijd te leven. En hij zegt, een van de problemen met jullie westerse christenen is, je bent in de geest, uit de geest in het natuurlijke, uit het natuurlijke in de geest. Hij zegt, jullie hebben niet geleerd in twee dimensies tegelijkertijd te leven. En toen zei hij iets, heel uitdagend, hij zegt, Pastor John, als u leert in twee dimensies tegelijkertijd te leven, is het onbeperkt wat God door u kan doen. Ik ben er nog steeds mee bezig. Maar er is een dimensie van de geest. Mijn geest kan God ernstig zoeken. Mijn geest kan dingen weten. 1 Korinthe 2 vers 11 wordt ook geciteerd in je aantekeningen. Dat zegt, wie wel weet wat in de geest van de mens is dan de mens zelf. Mijn geest weet dingen. Mijn geest kan dingen voelen. Mijn geest kan dingen bemerken. En we gaan vanavond denk ik al een eerste keer oefenen om die gevoelens van de Heilige Geest in mijn geest te gaan herkennen. Het eerste wat gebeurde was dus, de Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Wat gebeurt er nou in mijn geest als ik vervuld word met de Heilige Geest? Handelingen hoofdstuk 2, de Pinksterdag. Handelingen hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Ik vind het heel boeiend dat het allereerste wat gebeurt in mijn geest roept uit, die spreekt, die roept uit met mijn stem, Abba, Vader. Mijn geest spreekt. Paulus zegt ook, we hebben ontvangen een geest van geloof, waardoor wij spreken. Ik vind het heel boeiend. Het eerste wat gebeurt, is wij spreken. Wanneer de Heilige Geest komt en onze geest vervuld wordt met de Heilige Geest, wat is het eerste wat gebeurt doorgaans? Spreken. Handelingen 2 vers 1. Toen de dag van Pinksteren vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling, ik vind dat zo'n meesterlijk woord. Plotseling, stond niet op het programma. Er stond niet, de dienst zal beginnen met een openingsgebed. Daarna zingen wij twee liederen. Dan komen de mededelingen. Dan zingen we nog een lied, dan komt de collecte en dan komt de Heilige Geest. Zo stond het er niet. Plotseling, ongepland. En zo komt de Heilige Geest. Hij kan heel plotseling komen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen of in nieuwe tongen of in klanktalen, zoals de geest hun gaf uit te spreken.
Ze werden vervuld met de Heilige Geest op de Pinksterdag. En wat was het eerste wat gebeurde? Zij spraken in nieuwe tongen. De wind van de Geest heb ik meerdere malen gevoeld en gehoord. Ik ben meerdere keren samenkomsten geweest. Ik denk vooral aan één samenkomst in Papua-Nieuw-Guinea, waar we baden met een katholieke priester die vervuld was met de Heilige Geest. Het was bladstil buiten, absoluut bladstil. En toen we begonnen te bidden, was er die prachtige, koele wind die door het huis begon te waaien. Ik heb het meerdere keren meegemaakt. Tongen van vuur heb ik nooit gezien. Ik heb wel mensen gesproken die het wel gezien hebben. Maar dat heb ik zelf nooit meegemaakt. Maar de Geest gaf hun uit te spreken. Ze spraken in nieuwe tongen zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. In Handelingen 1, vers 8, hele bekende tekst, zegt de Heer Jezus: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Kracht. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Nou, op de Pinksterdag ontvingen ze de Heilige Geest. Maar je zou kunnen zeggen, waar is de kracht? Want pas een paar hoofdstukken daarna lees je van het eerste wonder. De kreupele man die genezen wordt bij de Schone Poort. Handelingen 3. Op de Pinksterdag zelf lees je niet van wonderen. Wel veel mensen tot bekering, wat natuurlijk een groot wonder is. Veel mensen die gedoopt worden, een groot wonder. Maar wonderen op zich, zoals wij wonderen begrijpen, die kom je pas in Handelingen 3 tegen. En toch zegt de Heer, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Wat gebeurt er op de Pinksterdag? We gaan nog één tekst lezen en dan ga ik het uitleggen. 1 Korinthe 14, vers 14. Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Ze spraken in nieuwe tongen. Wat betekent dat? 1 Korinthe 14, vers 14. Want als ik in een andere taal bid, ik ga het even lezen uit de NBG, want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. En het volgende vers, vers 15, zegt dan, hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Waar komt spreken in tongen vandaan? Mijn geest spreekt in nieuwe tongen. Het is iets wat mijn nieuwe geest doet. De Heer Jezus zei, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Oké. Wat gebeurt er op de Pinksterdag? Ga even terug met mij naar de schepping. Genesis hoofdstuk 1. God schiep de hemel en de aarde. Hoe schiep hij? Hij sprak. God sprak en het was er. Eerst was er niets, toen sprak God en toen was de schepping daar. God schept, creëert door te spreken. Ik zat trouwens laatst naar een tv-programma te kijken over het heelal. En daar zijn geleerden, we zijn er toenemend van overtuigd dat het heelal begonnen is in een grote explosie van licht. Ik denk dat je ook in de Bijbel kunnen lezen. God zei, er zij licht. Ik vond het wel heel grappig dat die wetenschapper dat zei. Maar God is een schepper. En hij schept door te gaan spreken. Maar wij zijn geschapen naar het beeld van God. Nou, God is oneindig. Wij zijn maar beperkt. Maar we zijn geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat iets van die scheppende mogelijkheid die God heeft, ook in ons is. Want wij zijn geschapen naar zijn beeld. Klopt dat? Ja. En hoe scheppen wij? Door onze woorden. Door onze woorden. Op de Pinksterdag kwam de kracht van God vrij toen ze in tongen begonnen te spreken. Heel Jeruzalem was in rep en roer. Waarom? Jeruzalem was het religieuze centrum van Israël. Maar Jeruzalem was ook een demonisch bolwerk geworden.
Tegen een aantal van de Joodse leiders had de Heer Jezus gezegd: jullie vader, dat is de duivel. Dat lijkt me geen compliment. Jouw vader is de duivel. Johannes de Doper had gezegd: adderengebroed, slangenbroedsel. Tegen de Farizeeën en de Sadduceeën had de Heer Jezus gezegd: jullie zijn witte graven. Prachtig van buiten, maar van binnen stink je. Jullie deugen niet. Hij zei ook van deze geestelijke leiders: jullie reizen stad en land af om één discipel te maken. En als hij een discipel maakt, dan wordt hij erger als jullie een kind van de hel. Dat is nog niet bepaald een compliment op alle leiders. Een deel van een stuk van het Joodse leven, Jeruzalem, was een demonisch bolwerk geworden. Het had de oorsprong helemaal verloren. Het was regeltjes, 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 uiterlijk, uiterlijk, uiterlijk. En het was niet langer wat God bedoeld had. En natuurlijk waren er in Jeruzalem ook godvrezende mensen. Er waren ook leiders die wel God dienden, natuurlijk. Maar Jeruzalem was een demonisch bolwerk geworden. Een religieus demonisch bolwerk. En opeens in dat religieuze bolwerk spraken zo'n 120 mensen in nieuwe tongen. En de hele boel stond op zijn kop. De kracht van God werd vrijgezet op een gigantische wijze in Jeruzalem. En er was een confrontatie in de geestelijke wereld. Zo'n 120 mensen spraken in nieuwe tongen. En er was een enorme confrontatie in de geestelijke wereld. Die dag kwamen 3000 mensen tot geloof. En werden gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. Hoe kwam de kracht van God vrij? Door te spreken in nieuwe tongen. Ik spreek hier heel veel over. En ik krijg de vraag wel eens: ja, broeder Jan Sjoerd, is het wel bijbels als we allemaal tegelijkertijd in tongen spreken? Mensen, lees je Bijbel nou een keer. Wat deden ze op de Pinksterdag? Ze spraken allemaal tegelijkertijd in tongen en er was geen vertolking. En wat gebeurde er toen ze met z'n allen in tongen spraken? De kracht van God brak vrij. En er was een enorme geestelijke doorbraak. En we gaan zien vanavond en morgen speciaal dat spreken in tongen is een van de manieren, vaak de eerste manier, de eerste deur die God opent, waardoor zijn kracht geopenbaard wordt. Oké. Ik slijf een klein stukje over. Wat gebeurt er wanneer ik spreek in nieuwe tongen? Dan gaan we de gevoelens van de geest morgenochtend pakken als eerste. Jacobus hoofdstuk 3. Jacobus hoofdstuk 3. Paulus zegt: ik dank mijn God dat ik meer in tongen spreek dan jullie allemaal. Ik probeer me in te halen, maar ik ben er zeker van dat het nog niet gelukt is. Ik heb wel eens een grapje gemaakt hier in de gemeente. Als mijn DNA ooit onderzocht wordt, dan zullen ze merken dat het in tongen spreekt. Amen. Mijn DNA spreekt in tongen. Ik hou van Pinksteren. Ik heb mensen wel zo zeggen: je moet niet zoveel praten over de Heilige Geest. Ik wel. Ik praat er heel veel over. Ik vind het heerlijk om erover te praten. En de laatste 2 jaar in de seminars en opwekking meegenomen. En alle seminars die ik gegeven heb de laatste 2 jaar. Ik denk dat zo rondom de 900 mensen de doop in de Heilige Geest ontvangen hebben. Laat mij maar lekker praten over de Heilige Geest. Heerlijk. Een paar weken geleden Den Helder, een jonge jongen van 17 werd vrijdagavond vervuld, zaterdagochtend vervuld met de Heilige Geest. Zondagmiddag kwam hij in een samenkomst. Hij stond nog te trillen onder de kracht van God. Helemaal te trillen, vol van de Heilige Geest. Halleluja. Zoiets vergeet je nooit meer. Jacobus 3, vers 2. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bemachtigd is om ook het hele lichaam in toom te houden. Wat heeft dat te maken met spreken in nieuwe tongen? Alles. Wie van jullie heeft nog nooit in je leven 1 verkeerd woord uitgesproken? Geen handen? Ja, ik geloof het niet. Ik geloof je ook niet. Wij allemaal. Helaas,
Ik ook. Maar Jacobus zegt, als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bemacht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Als onze spraak volmaakt is, is ons hele leven onder controle. Het is als het hele lichaam in toom te houden, als een paard dat je in toom houdt. Je hebt het aan de controle. Als je spraak volmaakt is. Wat gebeurt er wanneer we spreken in nieuwe tongen? Spreken we een volmaakte taal? Want nieuwe tongen, de taal van de geest, wordt niet geboren uit mijn verstand, maar uit mijn geest. Mijn nieuwe geest spreekt in nieuwe tongen. En het is een volmaakte taal, omdat die geboren is, de origine is de Heilige Geest. Ja, maar het klinkt zo eenvoudig, dat kan mogelijk zijn. Maar het is een taal van de geest. Het is volmaakt. Ja, maar het klinkt zo beperkt, dat kan zijn. Het kan zijn dat je nog veel meer nieuwe woorden van de Heilige Geest moet ontvangen. Maar het is een volmaakte taal. En als we die taal spreken, houden we ons hele lichaam, ons hele wezen in toom. Ik leerde dat een van de eerste mensen die wij tot de Heer mochten leiden in Papua-Nieuw-Guinea, toen we daar kwamen wonen, was een man van Chinese afkomst. Zijn moeder was Papua-Nieuw-Guinea, zijn vader was Chinees. George Ling. George was een bekende dronkaard, een vechtjas, maar hij zag een wonder gebeuren voor zijn ogen. Een man die werd genezen en in één moment kwam George tot de Heer. Was zo'n bekering, één brok dinament, boem, het Koninkrijk van God binnen. Was geen langzaam proces, hij kwam tot de Heer. Heel krachtig, werd gedoopt, werd vervuld met de Heilige Geest. En zijn leven in één moment was totaal veranderd. Zijn vrouw kwam tot de Heer. En George die reed voor zijn werk, reed hij een soort bulldozer. Met een team mensen, met allerlei speciale machines, gingen ze de jungle in om voorbereidend werk te doen, om wegen te bouwen. En soms was hij 2-3 weken weg met zijn team en dan was hij weer thuis. En op een gegeven ogenblik zag ik hem weer en hij keek heel teleurgesteld. En toen vroeg ik, wat is er aan de hand, George? Hij zei, pastor John, hij zegt, voordat ik tot de Heer kwam, had ik woedeaanvallen. Ik kon zo kwaad worden. Ik heb mijn vrouw heel vaak geslagen. Ik heb mijn kinderen geslagen. Ik heb dingen in mijn huis kapot gemaakt. Dan kreeg ik een woedeaanval, daar was ik niet meer in toom te houden. Hij zegt dat ik had zo gehoopt, nu ik een christen geworden ben, dat het voorbij is. Maar afgelopen week kreeg ik een woedeaanval. Ik heb mijn vrouw geslagen en die stond erbij, ja te knikken, dus dat was waar. Hij zegt, ik heb mezelf helemaal controle verloren. En hij was zo teleurgesteld, hij zei, wat kan ik doen? Ik zei, George, ik heb deze tekst geciteerd. Als je in nieuwe tongen spreekt, en hij sprak in nieuwe tongen, is je hele lichaam in toom. Dus je rijdt een bulldozer, grote ronkende machine, hoop herrie, niemand die je hoort. Zeg, met jouw verstand en met je ogen doe jij je werk. Maar met je geest, de nieuwe geest in je, in je mond, ga jij spreken in nieuwe tongen. Zeg, George, ga uren per dag in nieuwe tongen spreken. Uren. Je rijdt op je bulldozer, niemand die je hoort. De geronk van de bulldozer is toch sterker dan jij in tongen bidden. Ze gaan met je verstand, met je hoofd, alsjeblieft doe je werk goed. Maar met jouw geest, jouw innerlijke mens, bid in nieuwe tongen. Spreek in nieuwe tongen en doe het urenlang. Want je gaat je hele leven, je hele lichaam, je hele wezen brengen onder de controle van de Heilige Geest. Een paar weken later zag ik hem weer. En lieve mensen, voor mij stond een totaal veranderde man. Zijn vrouw stond erbij en die keek zo van, ik weet niet wie hij is, maar ik hou veel van hem. Ik zeg, hoe gaat het, George? Hij zei, heel goed. Een totaal veranderde man. Wat was er gebeurd? Hij had uren en uren en uren in nieuwe tongen gesproken op zijn bulldozer. Hij had daardoor zijn hele leven, zijn hele lichaam, zijn hele persoonlijkheid gebracht onder de controle van de Heilige Geest. Ik zal George nooit vergeten. Ik vraag me wel eens af of hij nog leeft. Hij was toen al in de 40.
Het is nu een, denk ik, 40 jaar geleden, dus ik weet niet eens of hij nog leeft of hij al in de hemel is. Maar ik zal het Joris nooit vergeten. Hij sprak uren per dag in tongen. En ik, mag ik eens iets zeggen? Ik wou dat meer christenen dat deden. Dat meen ik echt. Ik wou echt dat meer christenen dat deden. Ik ben er zeker van dat we iets minder problemen zouden zien. Ik ken het verhaal van een christen die had een ongeluk gehad. Die werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En er was een familielid bij die ook een christen was. Die ging mee in de ambulance en die was heel duidelijk in tongen aan het bidden voor de persoon die daar het ongeluk gehad had. En op een gegeven ogenblik zei die ambulancebroeder: ik weet niet wat u doet, maar wilt u alsjeblieft blijven doen wat u doet, want het helpt. Ja, het helpt. Want de kracht van God komt vrij. Wat gebeurt er precies wanneer wij spreken in nieuwe tongen? Wanneer wij bidden in nieuwe tongen? Daar gaan we iets over zeggen en dan gaan we dat oefenen. Hebreeën hoofdstuk 7. En vers 25. Hebreeën 7, vers 25. Het spreekt over Jezus, onze grote hoge priester. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. De NBG zegt volkomen behouden wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. De Heer Jezus is aan de rechterhand van de Vader en hij leeft, zegt Hebreeën, om voor ons te pleiten. Pleiten is een heel sterk woord. Hij pleit voor ons. Vanochtend toen je wakker werd, was de Heer Jezus bij de troon van God voor je aan het bidden. De hele dag door was de Heer Jezus voor de troon van God en hij bad voor je. Terwijl we hier zitten in dit seminar, is de Heer Jezus in gebed voor ons. Zo dadelijk als hij in huis gaat en gaat slapen, de Heer Jezus pleit voor je. Hij pleit altijd voor ons. En dan zegt het, daarom kan hij ook volmaakt, volkomen behouden. Ik heb lang gezocht, wat betekent dat, volkomen behouden? En ik weet het. Het betekent dat het werk wat Jezus volbracht heeft op het kruis, volkomen werkelijkheid zal worden in ons leven. Nogmaals, het werk wat Jezus volbracht heeft op het kruis, dat volmaakt en volkomen waarheid zal worden in onze levens. Daar bidt hij voor. Dat datgene wat hij volbracht heeft op het kruis, waarheid gaat worden in ons leven. Romeinen 8. Morgenochtend komen we daarop terug. Romeinen 8, maar... Romeinen 8. Vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heel vaak weten wij niet wat we zullen bidden. We weten niet dat we zullen bidden naar behoren, zegt de NBG. Wat heb ik nodig? Wat moet er in mijn leven gebeuren? Wat heb ik van God nodig? Soms weet ik het niet. Ik kan zeggen, Heer, meer kracht, meer liefde, meer, nou ja, wat dan ook. Maar soms weet ik het niet. Wat heb ik echt nodig van God? Ik weet het niet. De Bijbel zegt, in onze zwakheid weten we dat niet. Maar de Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden zoals het behoort, maar hij weet het wel. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heer Jezus pleit voor ons en de Geest pleit voor ons. Zijn die twee verschillend? Staat er aan de ene kant van de troon van God de Heilige Geest, aan de andere kant van de troon de Heer Jezus, of zijn die twee één? Die zijn één. En toen zag ik het, wat spreken in tongen is. Wat ik nu ga delen betekent zoveel voor mij. Ik zag het.
Ik zag het. 1 Korinthe 14, vers 2. Ik zag het wat er gebeurt als ik spreek in nieuwe tongen. Eén keer in de 14, vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt of in tongen spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het. En ik vind de herziende Statenvertaling zo heel mooi. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. De NBG zegt, door de geest spreekt hij geheimenissen. Geheimen is iets wat je niet weet. Maar de geest spreekt door jou heen geheimen naar God. Want de geest weet het wel. En toen zag ik het. Wanneer wij bidden in nieuwe tongen, word ik door de geest van God één met de Heer Jezus in zijn voorbedengebed voor mij. Ik ga het nog een keer zeggen. Als ik spreek en bid in nieuwe tongen, dan word ik door de Heilige Geest één met Jezus, mijn hoge priester, die voor mij bidt voor de Vader. Dat zijn werk, dat hij volbracht heeft op het kruis, volkomen werkelijkheid zal worden in mijn leven. Volkomen behouden. Daarom bouwt het je op. Wie in een nieuwe tong bidt, wie in nieuwe tongen bidt, sticht zichzelf, bouwt zichzelf op. Je wordt één met het gebed van de Heer Jezus. Hij pleit voor je. Morgen komen we erop terug. Hij pleit voor je. Je wordt één met de Heer Jezus in zijn voorbedengebed voor jou. Dat betekent voor mij zo, ik zag het. Ik zag het. En ik begon steeds meer te merken dat wanneer ik in nieuwe tongen spreek en bid, dat het zo is. Door de geest word je één met Jezus, die bidt voor de Vader. En je wordt opgebouwd. Nou, gaan we iets doen. Ik ga jullie vragen om de komende 5 minuten, als je kunt spreken in nieuwe tongen te gaan bidden. Spreek je nog niet in nieuwe tongen, blijf dan rustig op je, ja, je mag wel heen en weer lopen. Ga dan gewoon in het Nederlands bidden en zeg, Heer, ik wil dit ontvangen. Maar terwijl je spreekt en bidt in nieuwe tongen, die 5 minuten, probeer aan te voelen, wat gebeurt er diep van binnen in je? Wat gebeurt er in je geest? Welk gevoel, welke emotie, geestelijke emotie, welk geestelijk gevoel ervaar je diep in je binnenste, terwijl je spreekt en bidt in nieuwe tongen? Misschien heel nieuw voor sommige mensen om te doen, er zijn anderen voor wie dit bekend is. Heel nieuw. En je mag heen en weer lopen, het is een beetje ongelukkig met deze zaal, als je helemaal in het midden zit. Je blijft zitten, je mag op de grond heen en weer gaan lopen, je mag op de grond neerknielen, neerliggen, dat mag allemaal. En we gaan 5 minuten, want ik denk dat de meesten van jullie in nieuwe tongen spreken, spreken, bidden in nieuwe tongen. En nogmaals, probeer op te letten, wat gebeurt er diep binnenin je? Als we klaar zijn, ga ik een aantal mensen vragen die dat willen om te reageren. En om dan met een paar woorden te beschrijven, wat voelde je gebeuren in jouw binnenste? Oké, ik zet mijn horloge, ik heb het voor me. We gaan het geluid.